vanmiddag tijdens de opnames in Zuid-Frankrijk duidelijk in een melige bui. Samen met Lange Frans, Jaap Kwakman en manager Alois Buis bedachten ze een te flauwe grap om te kijken of ze daarmee nou de media zouden halen. Nou, dat is gelukt. Dan even een grap uithalen. Koen. Koen de Sander gaat zometeen twitteren tot Jan Smit, Lange Frans en Jaap Kwakman in een Franse cel zitten. Dus wat we nu gaan doen, we gaan een foto maken in een telefooncel. Opgewonden brainstormen de vier qua jongens over hun palinggrap. Ik denk dat we het altijd pas moeten doen aan het einde van de middag. Ja, gaan jij met ook in de cel? Jazeker, en een complete mediastil. Ja, doen we. De tweet van Koen wordt al snel opgepikt en het nieuwtje verspreidt zich als een lopend vuurtje. Dit is dan die Franse cel. Waar Jan al in zit. Cel. Nou, daar zitten ze. Vast in een Franse cel. Jezus, wat zitten we vast? In een Franse cel. Godverdomme, wat zitten we vast? Zoetje ongeregeld is. Wat zullen ze lol hebben gehad. Stel qua jongens uit Volendam op schoolreisje, het jaarlijkse schoolreisje van de club. En ja, en iedereen trapt er toch weer in. En tegelijkertijd een hele slimme promo voor de nieuwe reeks. Absoluut. Potje bier erin, ongetwijfeld